Mensen uit het onderwijs, Nijkerkse scholen ook, bezoeken bijna allemaal nu de Nederlandse onderwijstentoonstelling in Utrecht. Om te kijken wat er nieuw is op onderwijsgebied of misschien maar de bevestiging van wat ze al doen. Nieuw is Kiesblok en het aardige daarvan, dat komt uit Nijkerk. Erika Verdouw, jij bent de bedenkster daarvan. Wat is Kiesblok? Kiesblok is een instrument dat kinderen helpt om te leren. Het maakt de structuur duidelijk voor kinderen. Je kan beginnen met voorkennis ophalen. Het is bewezen dat dat helpt, dat je een soort kapstok hebt waar je kennis aan vasthangt. Dan onthoud je het beter. Daarna ga je samen het doel bepalen. Je gaat kijken hoe je het aanpakt. Dan geeft de juf een soort uitleg. Dan ga je het samen eerst inoefenen. Dus je gaat oefenen met een andere leerling. En dan ga je zelfstandig werken. Dat kennen veel mensen wel van vroeger. Maar daarvoor afgaan zijn dus hele belangrijke dingen al met het kiesblok aan de hand geweest. Of zijn aan bod geweest. Na het zelfstandig werken kan je ook nog terugkijken op de les. Dus het kiesblok is een instrument dat kinderen helpt om hun les goed en bewust mee te leren. Ze leren eigenlijk veel effectiever. En waarom heeft u dat ontwikkeld? Ik heb het ontwikkeld omdat we zagen bij een van onze kinderen en ook mijn man dat het leren gewoon niet altijd vanzelf gaat. Je hebt soms wat handreikingen nodig voor het leren. Nou, en we zagen bij onze zoon, die eigenlijk gelijk door kon naar het gymnasium, dat hij wel helemaal vastliep, omdat hij niet wist hoe hij moest leren. Hij had eigenlijk nooit geleerd om te leren. Dus toen dachten we, ja, hoe kunnen we iets maken wat kinderen in handen hebben en waar ze ook meedraaien, zodat ze bewust worden van, wat ben ik eigenlijk aan het doen en hoe kan ik beter leren? En daarom is het kiesblok. Is het zo dat het intussen al op een aantal scholen wordt gebruikt? Ja, er zijn inmiddels al 5 scholen mee bezig. We zijn ook bezig met een onderzoek van Radboud. En die zijn aan het onderzoeken hoe effectief het is in de klas. Dus er zijn al heel aantal scholen mee aan de gang. Ja. Nu is het zo, wat u net uitlegt, dat is voor leerlingen. Maar hoe gaan docenten ermee om? Nou, het helpt eigenlijk ook de docent om je les gewoon heel gestructureerd op te bouwen. Om alle aspecten erin te stoppen. En het wordt voor kinderen dan ook elke keer duidelijk en voorspelbaar van, oh, we gaan altijd op deze manier werken. Nou, en als ze dat al heel goed kunnen, dan kunnen ze ook gaan variëren. Want kinderen zijn natuurlijk ook verschillend en hebben een andere aanpak nodig. En dan kunnen ze zelf met het blok, bijvoorbeeld in een klein groepje op de gang, kunnen ze ook aan de gang. Ja. Nu is deze methode om zeg maar zelfstandig te leren werken ontwikkeld voor het basisonderwijs. Maar zou het ook iets zijn voor het voortgezet onderwijs en misschien zelfs wel hoger? Ja, we horen veel reacties dat vooral in de brugklas, dan moeten kinderen ineens alle taken zelf gaan doen. Dat ze dan veel baat zouden hebben bij zo'n instrument die ze net even helpt om de taak goed te structureren, ja.